En deze hebben wij ook. De laatste bever van Nederland. Deze komt namelijk uit Zalk. En het verhaal is in 1826 is die doodgeknuppeld. Maar deze bever is best wel bijzonder. Want we zijn al sinds de jaren 80, 90 aan het herintroduceren. En dat gaat heel goed met de bevers. En als we kijken naar hoeveel haren per vierkante centimeter er zit. Bij mensen hebben we maar 300 haren. Over de 100.000 haren. En wat ik altijd een leuk feitje vind, is de klieren bij de kont. Er zit namelijk een bepaalde muskerachtige geur. Zij likken dat op hun hele lichaam om natuurlijk ook een beetje waterafstotend te zijn. Maar wij gebruiken het onder andere vanilleijs. Gadver. Ja, heerlijk smaakje zit eraan. Hebba. Ja, heerlijk toch?